gemeentehuis van Helvoort. Goed, meneer Berghout, burgemeester van Helvoort, 1994. Eerst even eens terugkijken naar het afgelopen jaar. Een belangrijk jaar voor Helvoort geweest. Kunt u een paar dingen noemen die voor u het belangrijkste zijn geweest in het voorbije jaar 94? Nou, 94 is inderdaad voor de gemeente een erg belangrijk jaar geweest. Ik mag zeggen dat wij dit jaar toch met de raad het afgelopen jaar erg goede besluiten genomen hebben. Op de eerste plaats gaat het er ons om de verkeersveiligheid in het dorp erg goed te maken. Daarnaast hebben wij nu toch ook, nu wij daarmee bezig zijn, een goede aanzet kunnen geven voor een nieuw bestemmingsplan. En dat is natuurlijk zeker voor de herindeling van de gemeente ontzettend belangrijk. Dan praat je over Den Hoek uiteraard, hè, maar dan op een gegeven moment ook woningen moeten komen en een bedrijventerrein. Wij praten dan inderdaad over een nieuw bestemmingsplan Den Hoek, zoals het er nu naar uitziet. Uiteraard de zaak zal daar ook met de raad nog nader over gesproken worden. Eerst in commissieverband, voordat het in de raad komt. Maar gezien de afrondende besprekingen nu met Rijkswaterstaat, denk ik dat we inderdaad ervan uit mogen gaan dat dat nu op niet al te lange termijn toch in procedure gebracht kan worden. Een onderbesluit wat ook belangrijk geweest is, was dat van de Tweede Kamer in december, tot samenvoeging van Haren, S en Helvoort. Die voorbereidingen zijn al enige tijd aan de gang. Wanneer zijn ze afgerond, denkt u, dat we echt kunnen spreken over, althans, één ambtelijke organisatie? Nou, het is inderdaad zo. De Kamer heeft nu gesproken en wij hebben gezegd, wij moeten dus nu ook met z'n drieën en uiteraard ook de technische dienst erbij snel aan de gang om verder te gaan. Als u mij vraagt van wanneer komt dat tot een afronding, nou dan denk ik dat wij er naar streven om toch in maart, april de ambtelijke organisatie zo mogelijk in elkaar te schuiven. Alleen daarbij doet zich wel een probleem voor en dat is namelijk de huisvesting. Want ik vind wel dat onze mensen op een goede wijze ook gehuisvest moeten zijn. Tot slot, meneer Berghout, wat gaat er nou echt veranderen voor de burgers zelf, voor de mensen in Helvoort na die samenvoeging? Nou, ik denk dat het echte directe contact, zoals wij dat nu ook gekend hebben, iedere donderdagavond komt men hier terecht met de wethouders, waren eigenlijk iedere dag van de week aanspreekbaar. Dat zal wat minder gaan worden, maar ik geloof dat wij er echt aan doen. En dat zal ook een taak worden voor onze ambtenaar die zich gaat bezighouden met de voorlichting, om te zorgen dat de burgers echt de gelegenheid krijgen om hun zegje te doen. En niet alleen hun zegje te doen, maar dat dat ook op een snelle wijze via commissie en raad tot besluiten zal komen leiden. Maar dat is voor de burgers dan eigenlijk maar weinig veranderen, denkt u, in concreto? Ja, ik heb zelf wat dat betreft natuurlijk het meeste contact altijd met de gemeente gehad. Maar ik denk dat iedere burger in principe bij de gemeente komt voor zijn paspoort, zijn rijbewijs, voor een verhuizing en voor een verbouwing. En ach, die zaken die gebeuren er ook niet dagelijks. En ik denk dat dat zich best zal zetten. Cor, dank u wel. Ik wens een heel goed bestuurlijk jaar met uw collega's samen. Dank u wel. Dank u zeer. En ik wens uiteraard de zaak De Hos in alle opzichten ook een heel goed jaar. En nu ik dan toch die gelegenheid heb, wil ik dat natuurlijk ook graag doen aan al die burgers die vandaag helaas hier niet aanwezig konden zijn. Ik wens in ieder heel erg veel gezondheid en een goede toekomst in dit nieuwe jaar. En wij als gemeente zullen eraan doen wat wij kunnen. Ik dank u zeer. Cor, zeer bedankt. Op vrijdag 6 januari zag Helvoort er voor even weer eens anders uit. Een sneeuwwit tapijt bepaalde voor enkele dagen het Helvoortse beeld. De laatste dag van de kerstvakantie. De Helvoortse bossen waren bedekt met een witte laag van ongeveer 6 centimeter. De natuur kan zo'n onverwachte belasting van een paar dagen nog wel aan. Maar voor vogels ligt dat bijvoorbeeld anders. Die waren met het witte decor minder gelukkig. Hier zoeken zwanen in de omgeving van kasteel Zwijnsbergen naast zich naar voedsel. Wat onwennig proberen zij de pas erin te houden. En het kasteel, een sprookje, nietwaar? Ze hadden het niet gemakkelijk dit jaar, de drie koningen. Soms waren het er vier, zoals hier. Gladde wegen als gevolg van de sneeuw. En koud was het ook. Mijn nieuwe hoed, mijn oude is versleten.
mag niet weten. Mijn vader heeft het geld al op de trommel geteld. Getooid in koningskleren en een heuse lampion. En nou maar hopen dat het kaarsje niet omvalt. Een nieuwe hoed, mijn oude is versleten. Mijn moeder mag het niet weten. Mijn vader heeft het geld al op de toonbank geteld. Nou, applaus, keurig! Vanwege het slechte weer waagden zich dit jaar dan ook minder kinderen op straat dan in voorgaande jaren. Maar diegenen die de kou en de gladheid wel trotseerden, werden dan ook rijkelijk beloond. Mijn vader heeft het geld al op de toonbank geteld. Met goed gevulde mandjes waarin de meest uiteenlopende lekkernijen zaten, togen ze tenslotte huiswaarts. Nou, dat was echt netjes gezongen, zeg. Mijn oude is versleten, mijn moeder mag het niet weten. Mijn vader heeft het geld al op de toonbank verteld. En zingen uit volle borst natuurlijk. Drie koningen. In Helvoort kregen ze dit jaar in elk geval groen licht. Ieder jaar in januari organiseert de buurtvereniging uit de Seniorenstraat en de Vendelstraat, kortweg Joris Vendel, een sportmiddag in de Wiekelaar. Op deze wijze wordt het nieuwe jaar sportief ingeluid. Met de kleine buurtgenoot wordt er bij terdege rekening gehouden. Voor hen met allerlei spelletjes georganiseerd. Zij amuseerden zich op het best in de materiaalruimte van de Wiekelaar. Dit jaar stonden volleybal, basketbal en voetbal op het programma. Behalve de sportmiddag organiseert Joris Vendel elk jaar een kanotocht, een barbecue en een fietstocht. En ook paaseieren zoeken voor de allerkleinste. Zondag 15 januari vond in de Oude Kerk het traditionele nieuwjaarsconcert plaats dat werd georganiseerd door de stichting Noten op de Noen. Ook dit jaar werd het concert uitgevoerd door de Helvoortse Harmonie Kunst Adolt onder leiding van Alfons van Stenis. Gastspeler was organist Sjaak Bloem, die zijn vakmanschap toonde op het ruim 150 jaar oude orgel van de Oude Kerk. Een fragment van de Second Waltz van Dimitri Shostakovich. In september wordt het jubileum op grootse wijze gevierd.